En wie kan het beter dan hij met die corona? Ja, gisteren is kabinet Rutte afgetreden. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik eigenlijk heel goed. Want wat er gebeurd is met die mensen die ten onrechte fraudeur beschuldigd zijn. Jarenlang in de ellende hebben gezeten. Tientallen duizend euro's terug hebben moeten betalen. Kinderen niet goed op hebben kunnen voeden. Echtscheidingen, ruzies, noem alles maar op. Dat is niet meer mijn geld bijna uit te drukken. En nou krijgen ze een foutje. En dan maar afwachten voor hoe lang dat het duurt voordat dadelijk heel dit verhaal afgewerkt is. Ja. Dit had eigenlijk jaren geleden al flink aangepakt moeten worden. Maar als daar een Wiebes en een Asscher zitten die mede verantwoordelijk zijn. Rutte uiteindelijk de eindverantwoordelijke. Ja, die trekt daar nou zijn conclusies. Maar de fouten zitten daar al voor. En die stelletje onbenullen, die worden dadelijk bij de volgende verkiezingen kunnen ze weer gekozen worden. Daar is meer dan een schande voor heel Nederland. Wat ik daarvan vind, ja, ik denk dat het wel de beste keuze is geweest die ze hebben kunnen nemen, ja. En waarom denk je dat? Nou, voor alle gedupeerde mensen is dat wel heel goed natuurlijk. Ik denk dat er een juiste politieke keuze is gemaakt. Ik denk dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dit is een politieke verantwoordelijkheid. Maar ik denk wel dat ze, ja, voor de zaak maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Die mensen zijn er niet mee geholpen. Dat ben ik wel, dat vind ik wel. Ja. Ja. Maar u staat er wel achter dat ze dit doen? Ik denk dat ze geen enkele andere keuze hadden. Ik ben wel blij voor die mensen hoor. Die van de belastingtoestand. Van de toeslagen. Ja. Wat vind ik daarvan? Ja, daar vind ik twee dingen van. Aan de ene kant denk ik dat de mensen die daardoor heel erg benadeeld zijn, dat die een beetje genoegdoening hebben. Aan de andere kant in deze coronatijd vind ik het een beetje dubieus. Omdat de grote problematieken die er nu zijn, toch ook wel heel erg, daar moet ook aan gewerkt worden. Maar ze zeggen dat gewoon door kan gaan. Dus, Dag mevrouw, mag ik iets vragen? Vind ik heel erg. Oh, sorry, dat is alleen om die toeslagenaffaire. Want Rutte heeft zijn best gedaan. En wie kan het beter dan hij met die corona? Mensen hebben wel allemaal een hoop commentaar. Maar zelf beginnen ze er niet aan om het te regelen. Ik vind het wel een beetje raar. Dat het nou in één keer kabinet weg is. Nou, we eigenlijk wel meer een sterk kabinet nodig hebben. Gisteren is het kabinet gevallen, Rutte. Ja, dat hadden ze natuurlijk nooit moeten doen. Dat moet je met die pandemie niet doen. Ze hadden gewoon moeten blijven zitten. Ik ben het er wel mee eens dat ze het heel slecht gedaan hebben. Maar ja, dat is dus leuk en aardig. Maar met zo'n gezondheidsprobleem wat we dus op het ogenblik hebben, daar moet je niet aftreden. En dan kan het wel zijn dat ze doorgaan. Maar ten opzichte van het buitenland, ten opzichte van Europa, slaan we de baggerfiguur. Oké, okay, maar ze mogen nog wel van alles doen, hè, met rondom corona. Nou ja, beslissingen nemen. Dat snappen ze ook wel. Maar die leuke meneer Klaver. Dat was aardig wat hij de vorige week zei, in Buitenhof, hè, vorige week. Ja. Toen zei hij van als ze niet aftreden, dan dien ik een motie van afkeuring in. Dat had niets met landsbelang te maken, dat is alleen maar eigenbelang. Nou, ik hoop dat hij nog minder zetels krijgt daardoor. Nou wil Rutte dus ook, en die kans is erg groot, hebben een avondklok gaan. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik eigenlijk nog niet zo verkeerd. Ik ben zelf internationaal chauffeur. Ik rij de hele week door op Frankrijk. Frankrijk, het oosten, is al een paar weken een avondklok van 's avonds 6 tot de volgende morgen. Dat is nou uitgebreid door zo'n beetje het hele land. Je moet ergens beginnen. Je kan ook, we krijgen nou de rekening gepresenteerd van kerst en oud en nieuw. Dat we met z'n allen toch weer bij elkaar op de schoot moesten gaan zitten. Omdat het allemaal het familiegevoel was allemaal heel heilig. We hebben het niet één jaar zonder kunnen doen. Terwijl we, als we nou gezegd hadden van mensen, kom op. Dan had, boos, hè? Nou, over zoiets, als je 10 dagen na oud en nieuw en de kerst de rekening gepresenteerd krijgt, terwijl het van tevoren goed gewaarschuwd is, dan kan ik mijn eigen daar best wel een beetje over opwinden. Voor mij betekent het heel weinig, want ik denk dat alle beslissingen die genomen moeten worden voor de corona, dat wel goed is. Ja, ja. Als je kijkt in de omliggende landen, die hebben dat al.
ik denk dat we daar wel goed aan zullen doen. Ik vind het prima. Ja? Ja. U hebt er zelf geen last van? Ik denk als u in Spanje was geweest tijdens de lockdown, zoals ik het heb meegemaakt, dan is er niks mis mee. Nee? Ik denk dat we een beetje strenger moeten zijn met iedereen. Zijn ze in Spanje strenger geweest? Ze zijn heel streng geweest. We hebben militaire controle gehad tijdens de lockdown. Dus die mensen bleven ook echt binnen. Zou ik dat hier ook moeten doen dan? Ja. Dus ja. Nog strenger? Ja. De avondklok misschien gaat ingevoerd worden. Ja. Heb je er iets van gehoord? Ja, daar heb ik wel iets van gehoord. Wat zou je daarvan vinden? Ja, ik zou het wel jammer vinden, want het is altijd wel gezellig om in de avond nog iets te doen bijvoorbeeld. Maar dan wel met een kleine groep en dan ja, natuurlijk met een mondkapje en afstand. Maar ik vind dat dan wel jammer, want het is wel een grote beperking dan. Want je kan veel niet meer. En ja, het zou wel heel erg jammer zijn als mensen dan zo... Dat je niet meer op straat mag gaan aan bepaalde tijd. Dat is wel heel erg jammer. Als het helpt om de verdere verspreiding te verminderen, dan ik denk dat dat op zich een goede keuze is. Dat mag van mij heel snel gebeuren. Ja, ik denk hoe eerder dat we dit met z'n allen onder de knie krijgen, hoe beter dat het is. Dus vandaag nog liever dan morgen, als het aan mij ligt. We moeten wel heel erg oppassen natuurlijk, hè. Ik hoor natuurlijk ook met mijn 80 plus hoor ik ook bij de... Zou ik niet zeggen. Ik ben 80 plus en het is mijn vrouw ook, dus we moeten erg oppassen. En ik zit redelijk in dat wereldje. Ik heb een dochter en een schoonzoon die er helemaal in zitten en die dus al gevaccineerd zijn. Dus we moeten verschrikkelijk oppassen. Ik vind het vervelend als het komt, maar het is denk ik wel terecht. Dat is wel leuk, want mijn dochter komt vrijdags altijd bij mij. En dan kan ik ze s'avonds niet meer terug naar huis brengen. Dus dan blijft ze lekker bij mij slapen. Dan ben ik niet alleen.